Monique, ga zitten. Dankjewel. Monique Potters. Ja. Wat fijn dat je hier bent. Zou u jezelf even kunnen voorstellen aan de kijkers in Oosterhout? Ja, mijn naam is Monique Potters. Ik ben woonachtig in Drimmelen sinds 1 april van dit jaar met mijn nieuwe liefde Erik. Ik ben daarvoor eigenlijk altijd, heb ik gewoond in het midden van het land, in de Betuwe. Ik ben oorspronkelijk Brabantse. Heb mijn leven gewijd aan communiceren. Communicatie was mijn vak, tot ik ziek werd. Ik ben in 2013 kreeg ik borstkanker en dat was een grote knip in mijn cv. Vandaar ook dat ik het heel mooi vind dat ik nu voor Poppies werk, hier in Oosterhout, Centrum voor Leven met en na kanker. En daar ben ik coördinator en ik ben verantwoordelijk voor communicatie en fondsenwerving. Nou, heel mooi. Mooi werk. Heel zeker. Ja, dan is het voor mij bijna al beantwoord de vraag van wat heeft jou verbijsterd in jouw leven? Ja, nou ja, wat mij verbijsterd heeft was dat ik als moeder van twee mooie kinderen, getrouwd, eigen bedrijf, prachtig leven, de diagnose borstkanker kreeg. En ja, als donderslag bij heldere hemel belandde in een zwaar behandelingstraject wat bijna een jaar duurde. Wat ongelooflijk veel impact had op mij en op mijn gezin. En op iedereen om mij heen. En wat mij daarnaast heeft verbijsterd is in hoe ongelooflijk anders je leven wordt na die diagnose. En hoe bedoel je, hoe anders wordt dan het leven? In mijn geval dacht ik na die behandelingen, ik kreeg weer haar, ik kreeg zelfs krullen. Ik dacht, ik ga weer lekker door. Ik ga weer werken. Ja. En ik ga mijn leven helemaal weer gewoon oppakken, alsof er niets gebeurd is. En dat was een misrekening. Want ik had cognitieve problemen, ik was ongelooflijk moe. En kon dus helemaal niet meer wat ik gewend was te doen. En dat betekende dat ik mijn leven moest gaan aanpassen. En dat is ook een verbijstering, maar daar zit een periode tussen. Hè? Want, ja, want ik denk ook dat de behandeling die je ondergaan hebt enzovoorts, dat zwaar is, maar die kunnen je ook verwonderen, denk ik, of niet? Jazeker. Wat mij enorm verwonderd heeft bijvoorbeeld is de mensen die stonden te juichen en me aanmoedigden langs de zijlijn. De mensen die er waren met hele kleine dingetjes. Een bosje verse munt wat aan de voordeur hing, wat door een kennis werd gebracht. De enorme liefdevolle aandacht die je krijgt als je ziek bent. Verlies je ook mensen als je ziek bent? Ja, je verliest ook mensen. Ik heb mijn echtgenoot verloren. En dat was een heel heftig proces, ja, maar daar was natuurlijk van tevoren al wat aan de hand. Maar als je ziek bent en je wordt van een zelfstandige vrouw hulpbehoevend en afhankelijk, en je merkt dat degene van wie jij denkt die hoort bij mij, dat niet kan, dat was onmacht, dan verlies je mensen. En ook mensen die het gewoon heel moeilijk vinden om, die bij de Albert Heijn net even snel het andere pad inslaan, om je maar niet tegen te komen. Om niet te hoeven vragen van hoe gaat het met je. Ja. Klopt, ja, klopt. Ja. 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 Je werk bij Poppies heeft hier heel veel mee te maken. Ja. Kun je aangeven van wat dat voor jou betekent? Ja, na mijn ziekte ben ik dus heel lang bezig geweest om weer te herstellen. Ook te accepteren dat een fulltime baan met heel veel nadenkwerk voor mij te veel is. En Poppies, het werk bij Poppies is parttime, maar het geeft mij ook de motivatie daarvoor is intrinsiek. Ik hoef daar niet voor te doen. Ik ben zelf ook 2,5 jaar gast geweest bij een centrum voor leven met en na kanker. Mm-hmm. En heb ongelooflijk veel baat gehad bij lotgenotencontact. En nou denken heel veel mensen van Poppies, dat is één treurdal. Jij zei mij in een voorgesprek van nee, maar dat is helemaal niet waar. Nee. Kun je me vertellen hoe het daaraan toe gaat? Nou, wat natuurlijk bijzonder is, is dat als je bij Poppies binnenloopt, dan ben je of getroffen door kanker. Dat kan direct of indirect zijn, want je kan ook als partner of als kind of als naaste van iemand met kanker bij ons terecht. En dat betekent dat kanker bij ons iets is waar we niet van staan te kijken, wat we behandelen als dagelijks praktijk.
Het is een gegeven. Het is een gegeven. Ja, en ja. Dat betekent ook dat er realistisch mee om wordt gegaan. Hè? Wat ik net vertelde, mensen die daar niet mee om durven gaan, die hebben wij niet. Die zijn die komen daar niet binnen. Nee. Dus dat betekent dat je inderdaad ook dat er echt heel veel ook gelachen wordt. Dat mensen bij ons komen om hun hoofd leeg te maken door lekker te tekenen of een yogales te volgen of een behandeling, hè, ontspanning voor hoofd en lichaam, waardoor ze even weg zijn uit die gewone wereld en even mogen zijn wie ze zijn en met alles wat ze hebben, ook de ziekte, kanker, maar ze kunnen daar in een, denk ik, hele veilige omgeving er gewoon mee zijn. En dat gegeven dat iedereen iets met kanker heeft, zorgt er ook voor dat het mensen helpt die, ja, die patiënt zijn? Ik denk voor mij, als ik vanuit mijzelf praat, was lotgenotencontact essentieel. Op het moment dat ik worstelde met terugkeren naar mijn gewone leven en dat niet lukte. En vrouwen die ook borstkanker hadden gehad, gelijkertijd met mij zeiden, maar hoezo wil jij werken? Ja. Nou, ik moet er niet aan denken dat ik zou moeten werken. Dat opende mijn ogen. Ik dacht, ik leg de lat heel hoog voor mezelf. Dat heb ik altijd gedaan. Dat blijf je doen. En dat heeft mij echt enorm geholpen. Veel meer nog dan bijvoorbeeld een psycholoog die dingen tegen me zei. Maar juist die mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik, die hielpen mij. En zorgt dat dan dat het feit dat je bepaalde dingen niet meer kunt, dat je daardoor niet teleurgesteld bent in jezelf? Nou, de verwondering is, want dat is natuurlijk het mooie ook, dat je ziet dat je, als je dingen achter kan laten, los kan laten, hè, je vroegere leven, je actieve leven, en kan accepteren dat je op een andere manier je leven moet gaan invullen, dat je dan dus heel blij wordt van hele eenvoudige dingen, die daarvoor misschien heel hard voorbij liep. Kun je voorbeelden doen? Nou, bijvoorbeeld een mooie wandeling in de natuur, of een kopje thee met een mooi boek op de bank. Of gewoon het meer rust in je leven inbouwen, waardoor er gewoon meer aandacht is voor hele kleine dingen. Hè? En je hoort wel eens zeggen, als mensen eenmaal op hun sterfbed zijn, hoor je nooit, ik heb zo lekker hard gewerkt als belangrijkste. Nee. Wat het belangrijkste wat ze hebben gedaan. Maar dan is het vaak, ik heb zoveel gehouden van mijn geliefde, of ik heb zulke mooie kinderen, of hè, ik ben zo blij geweest in mijn leven als vrijwilliger bij een bepaalde vereniging. En ik denk dat bij vrijwel iedereen die flink ziek wordt en daar of richting de dood helaas moet, of beter wordt, dat die allemaal een soort van knik krijgen in de manier waarop ze in het leven staan. Ja, maar dan blijft er, zeker voor de mensen die binnen poppies zijn, blijft er toch altijd een vorm van angst, of zie je dat verkeerd? Ja, angst zal je altijd bij je dragen op het moment dat je een ernstige ziekte hebt. En ook daar praten we over. En dat is ook wat lotgenotencontact zo belangrijk maakt. Hè? Want als ik tegen jou zeg dat ik bang ben, dan weet jij, ja, dan kan jij je dat misschien voorstellen. Maar als jij net als ik dezelfde diagnose hebt gehad, dan weten wij waar we het over hebben. En dan kun je daar dus heel prettig met elkaar over sparren. Dat is ook hetgeen wat ik dan denk van mensen zeggen dan heel vaak van, ik kan het me voorstellen, maar ik kan er me dus eigenlijk gelukkig voor mij niks bij voorstellen. Hè? Gelukkig, ja. Ja. En dus die angst die blijft wel? Ja, die angst blijft wel. Ik heb volgende week weer mijn controles en daar ben ik nu al een beetje buikpijn voor aan het opbouwen. Ja. Ja, na 10 jaar. Ja. En dan zijn die controles de afgelopen keren altijd goed uitgepakt, ja. Positief. Ja. Maar er blijft altijd een stemmetje in je hoofd van oejee. Ja. Altijd. En als je ergens pijn voelt in je rug of in je buik, dan denk je, als het maar niet. Als het maar niet weer. Ja. 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 Maar het werk wat je daar doet, is communicatie. Ja. Wat houdt het eigenlijk in? Ook naar buiten toe, dat mensen het werk van poppies leren kennen? Ja, belangrijk is dat mensen die geraakt zijn door kanker ons weten te vinden. En niet alleen de mensen in Oosterhout, maar ook de mensen uit de Amer- en Dongerstreek. En je ziet dat er best een drempel is. Want als kankerpatiënt de deur bij ons letterlijk binnengaan, betekent dat je toegeeft dat je kankerpatiënt bent. En veel mensen proberen dat toch alleen te doen. We hebben
We zien dat er vrouwen makkelijker de drempel overkomen. Mannen, jongeren, kinderen iets minder. En onze doelstelling is om de naamsbekendheid nog verder te vergroten en nog meer gasten vanuit diversere hoek binnen te krijgen. En dus eigenlijk zeg je van verwondering, het verwondert jou dat het zoveel goeds doet met mensen die kanker hebben. Dus eigenlijk nodig je iedereen uit van, je hoeft het niet zelf te doen, doe het samen met ons. Wat mooi dat je dat zegt, want de slogan van onze centra is, je hoeft het niet alleen te doen. Oké. En inderdaad, je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt ondersteuning krijgen bij ons. En dat zijn allemaal zeer betrokken vrijwilligers die of mooie gesprekken voeren met je, of zeggen, goh, ga lekker mee tekenen of schilderen of mee wandelen of doe mee aan een yogales of kom lekker sporten. Waarmee je je eigenlijk beter gaat voelen. En als wij ons werk goed doen, vrijwilligerswerk overigens, dan zijn mensen na een bepaalde periode weer helemaal klaar om alleen verder te gaan. Dat wil zeggen zonder poppies. Wat een mooi werk doet poppies. Dank je wel ook voor dit mooie gesprek. Graag gedaan.